Waar gaat u nu naartoe? Nou, ik denk dat ik hier zo meteen wel ga vissen. U gaat hier vissen? Ja, even iets verder. Dan ga ik zo voor de stroom trekken. Dus we hebben een anderhalf uur moeten varen, hè? Of ja, nog niet? Een klein, ruim uur. Zag dat? Ja, je weet een meter of 8 denk ik of zo. Meter of 8 nog? God. Niet veel, hè? Zet een zeeduivel. En die schuim, hè? Niet te man. Ja. Een poon. Een zeeduiveltje. Ja, nou, ieder weekend hoor. Ja, maar nooit op de boot? Nou, weinig. Waarom niet? Zowel er zijn enkel de een of, ik weet het ja, niet. Ja, het hoeft er wel eens mee, maar nooit op de boot eraan. Nee, niet dat speciale eten, nee hoor. Met een klonnetje mayonaise. Nee, dat doen we niet aan boord. De stadsmensen die zeggen wel eens dat garnalen, als ze in het hete water gaan, dat ze dan piepen. Is dat zo? Nou, dan moet ik er even meer mayonaise erop drukken. Ha ha ha!
En is er dan een marineschip? Ja, dat is marine. Ik denk dat die controle al, want ze zijn al bij die andere schepen van boord geweest. Maar vanuit die rechterband lijkt wel, het lijkt IJsland wel, zeg. Ja, het begint er een beetje op te lijken. Ja. Wat komt hij nou doen? Nou, dan komen ze de papieren controleren. Nou, hij stopt al een beetje hoor, hij komt al bij de rij. Blauwe kul. Is dit een overval? Nee hoor, dit is visserijinspectie. Ja? IJsland, is dit... Nee, gelukkig niet. Jullie controleren certificaten of zo van de mensen. Ja, goed. Ja. Maar kan dat dan niet in de havens? Nee. Dat gebeurt het ook, maar ook. Ja, maar dat doen we op zee. Ja. Ja, gewoon sportieve training of zo? Nee, helemaal niet. Dit is gewoon een opdracht van de AID. Vissers hebben er echt de pest aan, geloof ik, hè? Want die hebben sommigen wel, ja. Ja, hebben het wel op onderhouden. We hebben nou 2 kwartje vinger voor ons kanalen krijgen. Kunnen we dat wel declareren, zeker? Ja, het is somber. Nee, dat is zo. Jullie vragen zich er zo gemakkelijk over. Ik doe net dat ik op mijn lollen doe of zo. Het is gewoon mijn werk. Dat is niet zo erg. Nou, we gaan in ieder geval weer falen, want we zijn net van de trek. Hadden. Oh, we even een paar mazen meten, schipper. Even een paar mazen meten. Wat voor mazen? Van net. Mazen meten? Ja, maar dat van nalen, hè? Nou, ik weet, die moeten 17 mm zijn. Dat is meestal wel goed, hoor. Maar voor de statistiek. 17? Ja. 23. 23. 24. 14 uur weer thuis in Wieringen, hè? Wat betekent dat nu voor u? Ach ja, je vindt het altijd weer mooi als je weer naar Wieringen aangaat. Ja. Dat vindt iedere visser prachtig. Ja. En Wieringen, de mensen zo... Ach ja, vroeger was het natuurlijk een eiland en toen waren het allemaal echte Wieringers. Ja. Maar er zijn een hoop andere mensen met andere streken van het land bijgekomen in die tijd. En u bent... En dat burgert er allemaal weer in, dat worden nu zoiets. Wel echte Wieringen van overgelopen. Maar u bent een echte Wieringer. Een echte Wieringer, ja. Van oudsher. Ja. En zo voelt u zich ook? Ja, zo voel ik me echt. Ik zou niet graag van Wieringen afgaan. Nee. Wel voor 14 dagen best vakantie. Ja, ja. Maar niet langer. Daar gaan we weer terug. Wat verdien je nou als garnalenvisser? Nou, ja. Ik heb ook wel eens een week gehad voor 600 gulden. Ja, maar ja, je hebt dus ook 20 is ook wel tijden dan 100 gulden. Dat het minder is. 200. En je werkt je de rot voor, hè? Dat hebben we gezien. Je bent nu al 14 uur aan één stuk door in touw. Ja. Hè? En jullie werken in maatschap, hè, zoals dat heet. Wat houdt dat precies in? Nou, het is meestal zo gelegen dat het is de helft van de besomming, 50%. Die is dus voor het schip. Voor de onkosten. Voor de onkosten, investeringen en zo. Investeringen en zo, ja. En dan gaat er, omdat wij dus met z'n tweeën varen, 25% voor Siemen, voor de schipper.
25 voor mij. Dat is toch wel een prettig gevoel, hè? Als de winst op die manier verdeeld wordt, is het niet? Ja. Dat lijkt me wel goed. Ja, het is wel ontzettend goed geregeld. Ja. Wat zou er gebeuren als je morgen in de Hoogoven zou moeten werken, bijvoorbeeld? Ik? Ja. Nou, weet het niet zeg. Wat ik gek werd geloof ik. Ja, ja. Zou je net als die vis voelen boven in de garnalenzee, die zo met hun kop blijven hangen erin en gewurgd worden. Dat wel. Ja, dit is natuurlijk een ontzettend vrije leven. Garnaal heb je nu gevangen, ondanks dat er zo'n vreemde vogel als zit aan boord was? Nou, 150 kilo. 150 kilo, dat is veel, hè? Ruim 150 kilo, ja, dat is nog niet, ja. Of we gaan ze opbrengen, denkt u? Nou, ik hoorde net dat ze waren tegen de 7 gulden. 7 gulden, dat is veel, hè? 7 gulden, ja. Dat is hoog, hè? Ja, dat is duur, ook. Erg duur. Dat is fijn, ja. Voor u. Ja, maar dat maakt natuurlijk een mooi gevoel. En u hebt er verschrikkelijk hard voor gewerkt, hè? Want dat heb ik gezien, ja, al eens. Zo is het. Terwijl ik stond er toch op mijn benen. En ze nu naar de meeuwen ging voeren. Ja, dat ook wel, ja. Want dat heb je wel gezien, dat ik over de tong ging, over de reling. Ja, dat moet je ook een keer doen natuurlijk. Dat moet je ook een keer doen. Begonnen, dus... We beginnen zo, hè, met afslag. Ja, ze gaan zo verkopen. Wie kopen ze nu, die granalen? Nou, de handelaren die hierachter zitten. Die zitten daar, die hebben ze al bekeken natuurlijk, ja, hè? Ja, die hebben ze bekeken. Ja. Let u dan op hun gezicht als ze er naar kijken? Nee. Hoe ze er... Ze laten toch niks merken. Ze laten niks merken, nee, gemeen volk. Nou, dat weet ik niet, maar ze laten het gezicht veranderen. Hij kijkt niet alsof hij er blij mee is. Nee, maar ja, dat is...